Welkom bij de tweede uitzending van het Sportcafé in het seizoen 2018-2019. Zoals u inmiddels van ons gewend bent, doen we aan het begin van het nieuwe seizoen altijd een rondje langs de velden met de nieuwe trainers of met de al bestaande trainers die al bij de club zaten. Vorige week beet John de Wolf het spits af en vandaag de beurt aan de trainer van Rood, Ted Verdonkschot. Ja, Ted Verdonkschot, de naam kennen we natuurlijk al veel langer. Aangezien je al wat jaartjes meeloopt in de hoofdklasse, topklasse, tweede divisie. Je bent trainer geweest van onder andere HHC, Rijnsburg, Quick Boys, Koninklijke HFC en nu dus ook IJsselmeervogels. Niet het minste rijtje. Waarom ben jij nou ooit trainer geworden? Nou, dat zat er eigenlijk al heel vroeg in. Ik voetbalde ook op het hoogste niveau bij Edo destijds in Haarlem. En ja, dat heb eigenlijk altijd wel getrokken. Dat ik op mijn 21, 22 al wist van nou, ik zou graag later trainer willen worden. En destijds heb ik ook mijn diploma's gehaald. Mm-hmm. Diverse jeugdelftallen getraind. Nou, uiteindelijk toch weer gaan voetballen, omdat dat toch altijd leuk is, zolang dat nog kan. Ja, en uiteindelijk op mijn 34ste ben ik trainer geworden. Maar je zegt al op je 21ste, 22ste. Waarom toen al? Dat je dacht van, wat maakt dat je het zo leuk vindt? Nou, of het zo leuk leek? Punt 1 het voetbal, hè, wat altijd blijft trekken natuurlijk. Maar punt 2 ook de omgang met de mensen. En proberen om de elftallen die je laat voetballen, om die steeds beter te maken. En dat, dat heeft mij altijd getrokken. En zo was ik ook een beetje in het veld, altijd een leiderstype. Ja, en dat probeer je dan nu als trainer natuurlijk ook uit te stralen. Je zit nu bij IJsselmeervogels. Wat maakt IJsselmeervogels anders dan de vorige clubs waar je aan het roer stond? Nou, punt 1 is natuurlijk een club die vanuit de historie vandaan de meeste prijzen heeft gewonnen. Een ander punt is dat ze graag natuurlijk ergens naartoe willen groeien. Dat ze zeggen van ja, we hebben vorig jaar gepromoveerd. Handhaving in die topklasse. Ja, en nu willen ze weer die stap gaan maken om te kijken of je met die bovenste mee kan gaan doen. En dat trok me aan. En ik vind eigenlijk IJsselmeervogels moet altijd bij die bovenste plekken moeten ze meespelen. Ja, en dat was natuurlijk een uitdaging voor mij om, om daarom in te stappen. Maar je zegt een ploeg die bij de bovenste plaats mee kan draaien. Maar de ploegen waarbij je eerder trainer bent geweest, die hebben dat ook altijd als ambitie gehad natuurlijk. Toch een HSC in Rijnsburg, Quick Boys net zo goed. Ja, natuurlijk. Die hebben dat nu ook natuurlijk. Die hebben dat, die willen ook graag met de bovenste meedraaien. Maar die hoeft natuurlijk geen geheim van te maken dat IJsselmeervogels de laatste paar jaren, dat er toch behoorlijk wat strubbelingen zijn geweest. En dan om te kijken of ik het wel met de jongens en mijn staf voor elkaar kan krijgen. Wat doe je verder nog naast je trainerschap bij IJsselmeervogels? Ik werk 4 ochtendjes in de week. Van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. En werk ik van 8:30 tot 1 op een heel groot assurantiekantoor. De Bogart Assurantie, intussen overgenomen door SAA Verzekeringen. En daar zit ik in de commerciële afdeling van de hypotheken. Dus dat houdt in dat ik de klanten, de banken, nieuwe klanten ingeef en dat soort werk allemaal. En ja, dat is natuurlijk een ideale combinatie naast de trainerschap in de top van het amateurvoetbal. Dat je dat vooral ook in de ochtenden kan doen zo. Ja, precies. Ja, zeker. Als je niet bij Rood rondloopt of dus op je andere werk bent, waar kunnen we je dan vinden en wat doe je dan graag? Nou, kijk, je hoeft natuurlijk niet omheen te draaien, doet er gewoon steeds meer tijd in gaan zitten, ook op dit niveau. En je gaat natuurlijk steeds meer naar het professionele toe. Dus op het moment dat ik thuis ben, nou, dan heb ik even tijd voor mijn gezin. Maar dan is het vaak al zo dat je rond een uurtje of 3:30 al deze kant op rijdt, in dit geval. Dan, omdat ik bij IJsselmeervogels zit. Vorig jaar was de BHFC wat makkelijker, want dan was het 10 minuutjes rijden. En dan, dan ga je wat beelden bekijken van de komende tegenstander of beelden bekijken van je eigen elftal. En je praat daarover met de jongens. Dus ja, wat dat betreft slokt het gewoon ontzettend veel tijd op. Maar dat geeft niet, want uiteindelijk is het ook een beetje een hobby van je. En heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ja, en waar de ander zijn vrije tijd vaak in de avond heeft, heb jij je eigenlijk een stukje in de middag. Nou ja, dat klopt. Kijk, en de woensdag en de vrijdag op momenten dat je thuis bent, ja, dan wil je natuurlijk ook je tijd aan je gezin besteden. Straks gaan we ook nog kennis maken met de nieuwe spelers van IJsselmeervogels. Maar eerst gaan we terugblikken op de wedstrijden van afgelopen weekend in de tweede divisie. En dan beginnen we bij buurman Spakenburg. Spakenburg speelde afgelopen zaterdag in de hoofdstad tegen AFC. En daar is de nieuwe trainer Ulrich Landvreugd. Ja, die naam die kent u nog wel. Hij is namelijk de oud-trainer van Eendijk. Het complex van AFC, bekend bij menig blauw-witte supporter.
Hier was het algemeen amateurkampioenschap, wat een aantal jaar geleden in de wacht werd gesleept. En Riley Ignacio is nu de spits, samen met Jordi Thijssen. En met name Ignacio wil laten zien wat hij in petto heeft aan het bestuur, de supporters van Spakenburg. Jordi Thijssen scoort, maar doet dat in buitenspelpositie. Ignacio, waar hij ook speelt, bij Rijnsburg, bij Kozakken Boys. Als Spakenburg de tegenstander is, doet hij twee keer zoveel zijn best. Kijk maar eens hier, wat een pegel. De week ervoor was hij beslissend tegen een andere oude club van hem, Kozakken Boys. En nu is het Spakenburg dat door zijn toedoen tegen een 1-0 achterstand kijkt. Niet strak genoeg gedekt. Dan Spakenburg, Misidjan. Bekeken schot, ternauwernood weggewerkt door Patrick Zonneveld, andere bekende naam. Maar kijk hier deze actie van Philip Ties. Hij valt ongelukkig. Geen overtreding, daarvan is geen sprake, maar een botsing met, ja wat is het, op dat moment lijkt het de schouder. Maar naar later blijkt is het een sleutelbeen. Een wielrenblessure, zo zie je de wielrenners ook weglopen. En een aantal weken staat ervoor, moet waarschijnlijk dan dus ook de derby missen, Philip Ties. Dan zegt Barry Beyer, scheids, dat is Hens. We kijken naar de herhaling en we zien dat er inderdaad een arm wordt uitgestoken. Dus die bal had op de stip gemoeten. Gebeurt niet, dus Spakenburg moet het doen met een veldgoal. Een mooie actie. En dan hier Kevin Sterling op aangeven van Olaf van der Zanden. En Nick de Bond kijkt toe en daarmee is het drietal genoemd dat de aanval vormt bij Spakenburg. De Blauw-Witten op zoek naar die goal, naar de gelijkmaker. Kan het hier dan misschien? Aanvallend wordt Jordi Bitter gezocht. In de ploeg gekomen, snel schot. Maar goed gekiept door Patrick Zonneveld. Overigens bij AFC ook nog oud-Eemdijk speler Fouad Belarbi. In de basis. De slotfase. Spakenburg wil niet verliezen. Slim hakje van der Zanden, maar de hoek is moeilijk. En zo verliest Spakenburg de eerste uitwedstrijd bij AFC. En dat is de ploeg van de andere trainer. Keurig in pak en met stropdas Ulrich Landvreugd. Spakenburg verliest dus met 1-0 en heeft uit twee gespeelde wedstrijden nu 3 punten. Ted, Spakenburg weer terug in die tweede divisie. Wat zijn jouw verwachtingen voor Blauw dit seizoen? Ja, dan moet je natuurlijk altijd maar afwachten. De tweede divisie voor heel veel jongens toch nieuw. Ook al hebben ze het elftal wel redelijk bij elkaar kunnen houden. Alleen ja, voorin hebben ze toch wat wijzigingen. Daar waar Pitol natuurlijk, Kees Pitol jarenlang de aanvalsleider was. Dat merk je toch dat ze op een gegeven moment voor wat andere spelers hebben moeten kiezen. En noodgedwongen of niet. En ja, dat heeft natuurlijk toch even zijn tijd nodig. Zeg je daarmee dat ze zo'n speler als een Kees Pietel missen dit seizoen? Nou, dat zeg ik niet, want ik vind dat hij de laatste paar jaren gewoon eigenlijk... Nou, een type speler als Kees Tol? Nou, eigenlijk hebben ze met een Kevin Sterling, die ik natuurlijk goed ken vanuit mijn AFC-periode, hebben ze wel een soort, hetzelfde type speler. Alleen Kevin is wel iets meer een buitenspeler als dat hij een centrale speler is. En ja, dat is ook een beetje afhankelijk natuurlijk hoe ze gaan spelen. Hè. Gaan ze met 3 spits spelen, met 2 spitsen? Dus ja, dat is een keuze die de club uiteindelijk heeft gemaakt. We zien Philip Thyssen uitvallen. Is dat een zware aderlating voor Spakenburg? Nou, ik heb Philip natuurlijk ook al wat jaartjes vanuit mijn Hardenberg-periode. Ook al kwam hij wel na mijn tijd daar. Maar daar was hij natuurlijk een dragende speler. En het is natuurlijk afgelopen jaren gebleken dat hij dat bij Spakenburg moeiteloos heeft doorgezet. En ja, ik denk een zeer waardevolle speler voor Spakenburg. Ook zeker op dit niveau. In het verleden met je vorige clubs heb je natuurlijk regelmatig tegen Spakenburg gespeeld. Wat merk je op dit moment van de rivaliteit tussen beide clubs, tussen rood en blauw? Merk jij het al? Ja, tuurlijk. Hè. Maar dat weet je van tevoren. Je weet natuurlijk dat er rivaliteit er is. En daar sta je dan niet bij stil. Maar ik was een opstelling op het bord aan het schrijven.
Ja, en ik pak een stift en ik was aan het schrijven. Maar of ik dat dan alsjeblieft nooit meer wilde doen. Dus ik denk, ja, ik mag nooit meer een opstelling schrijven. Maar ik schreef in het blauw. Dus dat was niet helemaal de bedoeling, geloof ik. Maar dan moest je weer even schakelen van, oh ja, we moeten even iets anders denken op dat moment. Ja, precies. Vanaf nu liggen er alleen maar rode stiften, begrijp precies, ik. Precies, ja. We laten het voor nu even wat Spakenburg betreft. Straks komen we er nog wel op terug. Dan hebben we namelijk de vraag van vorige week van John de Wolf aan Ted Verdonkschot. En die gaat toch wel degelijk over rood en blauw samen, maar daarover natuurlijk straks meer. We gaan eerst door naar de vogels, naar de samenvatting van afgelopen weekend. In de eerste competitiewedstrijd was het IJsselmeervogels dat eigenlijk in de persoon van Danny van der Meijerakke 3 punten wist te pakken. Afgelopen weekend stond de eerste thuiswedstrijd op het programma en die werd gespeeld tegen VVSB. De spelers van IJsselmeervogels met rouwbanden vanwege het overlijden van 3 ereleden in de zomerperiode. Karel Huigen, Hip de Graaf en Arthur van den Berg. 1 minuut gespeeld. De paas is van Justiana. En Olijveld legt hem er heerlijk in. Wat een begin voor IJsselmeervogels in deze eerste thuiscompetitiewedstrijd. Justiana ziet de ruimte achter de verdediging. Legt hem perfect neer. En Olijveld, even zo mooi, knult hij de bal achter Boeman Valk. En IJsselmeervogels gaat door. Maakt gebruik van de ruimte van VVSB. Olijveld. En weer is het IJsselmeervogels. Justiana haalt uit. Ten koste van een hoekschop gaat deze kans verloren. En eigenlijk de eerste keer serieus dat VVSB uitbreekt, is het gelijk raak. Want hier is het Arno Dijkstra, draait en scoort. Te veel ruimte geboden voor het maken van de aanval en het afmaken. Maar IJsselmeervogels houdt de tred van de eerste periode vast. Het valt aan en het scoort hier weer. Olijveld, de aandacht is gevestigd op de lange mannen. Kijk, Olijveld, bijna een kop kleiner dan Van der Meijerakker. En ongemerkt, ongedekt, maakt hij gebruik van deze mogelijkheid. En dan gaat het publiek er eens goed voor zitten, want IJsselmeervogels blijft goed spelen. En scoort hier voor de 3e keer voor rust. Justiana, zijn schot komt terecht bij Michael de Harder. Hij speelt zijn 250ste wedstrijd. En maakt dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. Ook bij Emdijk scoorde hij regelmatig, werd daar topscorer. En Michael de Harder is het scoren nog niet verleerd voor de Vogels. Tweede helft. Kijk naar de tijd in beeld. Wat een mogelijkheid krijgt Danny van der Meijerakker hier. Na 11-12 seconden in de tweede helft. Van der Meijerakker maait daar over de bal heen. Geen 4-1 voor IJsselmeervogels. Wat een kans, zeggen deze supporters. En VVSB dan. Een doelpunt uit een makkelijk weggegeven vrije trap. En zo is het 3-2. Patrick Batiste kan die bal te makkelijk koppen. En dan mag de verdediging van IJsselmeervogels zich aanrekenen. En dan lijkt er een heel andere wedstrijd te ontstaan, want VVSB komt dan los. En hier voorkomt Carmelia de gelijkmaker. VVSB dringt aan, maar ook ontstaat dan ruimte voor IJsselmeervogels. Opmerkelijk hoeveel ruimte beide ploegen elkaar gaven in deze wedstrijd. Van der Meijerakke kopt over. Dan verdedigt IJsselmeervogels hier niet goed op de snelle omschakeling. En daar is het 3-3. Een paar minuten voor tijd. VVSB wisselde aanvallend. Ging spelen alles of niets met 5 aanvallers. En krijgt hier als beloning de gelijkmaker. En misschien zelfs nog meer. Want in blessuretijd, Kevin van Diermen draait hier verkeerd weg. En zo ontstaat er ruimte. De laatste kans in de wedstrijd is voor VVSB. En dat loopt maar net goed af. En zo eindigt deze wedstrijd op de Westmaat in 3-3.
Ja, Ted, 3-1 voorstaan en dan met 1 punt van het veld stappen. Ik kan me zo voorstellen dat deze trainer niet echt heel gelukkig was na afloop. Nee, dat klopt. Want je 3-1 voorsprong, zeker in thuis, dat mag je nooit weggeven. Maar ja, je hebt net die beelden kunnen zien. Het is ook allemaal wel heel erg ongelukkig. Je krijgt zelf genoeg kansen om die voorsprong verder uit te breiden. Zelfs op 3-2, vorige week kopte Drenny drie prachtige ballen in. Ja, en je ziet het net kopt hij en gaat die bal net over. Ja, dat is natuurlijk een heel lot ook van een spits. En dan zit je op die bank en dan denk je, ja, de voorhoedenspelers. En Danny, die leeft van doelpunten, die wil graag vooruit, die wil goals maken. De achterhoede denkt, ja, we moeten dicht houden. Ja, en dat zijn van die zaken, dat moeten we gewoon veel beter op elkaar afstemmen. Want dat kan niet op dit niveau. Hoe kan een ploeg zich zo van twee kanten laten zien in twee helften eigenlijk? Want in de eerste helft, nou ja, we zagen dat had ook nog 4-1 eigenlijk moeten zijn voor rust. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is natuurlijk altijd onverklaarbaar. Hè? Maar het komt er vooral op neer wat ik net eigenlijk zei. Hè? Dat onze voorhoede die denkt van ja, we willen die 5 en maken, we willen die 6 en maken. En onze achterhoede denkt, ja, we willen het dicht houden. Hè? We willen die voorsprong vasthouden. En dat hebben we vorige week dat uitstekend gedaan tegen Scheveningen. Ja, en nu kwamen er weer zulke ruimtes tussen de linies te liggen. En dat moet je tegen een ploeg als VVSB niet doen. Die gaan dan wat opportunistisch spelen. Nou, je ziet het, hè? Zomaar uit het niets maken die 1-1. Zomaar uit het niets geven. Voor nodig een vrij trap weg. Ja, en zo'n bal kan er altijd in vallen. Maar ja, dat neemt natuurlijk niet weg door. Ik vind dat we veel meedogenlozer moeten verdedigen. We hebben in 2 wedstrijden 1 kaart gepakt. Ja, dan moet je sommige momenten moet je gewoon zeggen, ja, tot hier en niet verder. En dan ingrijpen. Nou, dat vind ik wel, ja. Je zegt dat er moet nog aan gewerkt gaan worden, hè? Aan dat stukje. Welke punten word je op dit moment het meest blij van je ploeg? Nou, ik vind vooral het aanvalspel op de helft van de tegenstander. Hè? Omdat je weet dat over het algemeen de tegenstanders zich toch behoorlijk gaan terugtrekken tegen ons. En dat je in een hele kleine ruimte speelt. Ja, en door constante positiewisselingen. Hè, dat je dan in goede combinaties tot de doelpogingen komt. Ja, dat vind ik dat kunnen we verbeteren. Maar dat is wel iets wat me momenteel tot tevredenheid stemt. We hadden het net over Kees Stol bij Spakenburg, die natuurlijk nu vertrokken is. Jullie hebben daarin wel bijvoorbeeld een Van der Meijerakker, die er vorige week 3 in wist te leggen. Olijfveld, die 2 keer weet te scoren. Is dat ook een kracht bij jullie, dat jullie daarin spelers hebben die makkelijk kunnen scoren? Ja, dat denk ik wel. Kijk, het klinkt misschien allemaal heel erg simpel. Maar een goede keeper, die ballen tegenhoudt, nou, die hebben we gelukkig met Jamie. En een spits die makkelijk scoort, ja, dan kom je al een heel eind. En dat is natuurlijk gekscherend. Maar het feit ligt er wel dat we natuurlijk met Robert, met Danny. Maar Mike van der Laar, die kan ook scoren. Michael de Harder kan zijn doelpuntjes maken. Van achteruit met vrije trappen, cornerballen kunnen wel gevaarlijk zijn. En we hebben natuurlijk deze week met Feliciano Tjusse erbij. Hebben we natuurlijk ook nog een speler die op diverse posities in de voorhoede uit de voeten kan. En dan kan je misschien ook nog eens een keertje op een ander systeem overschakelen. En dat is natuurlijk wel prettig voor een trainer. Ja, want je noemt hem al, die Tjussen. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Die komt straks niet voorbij bij de nieuwe spelers. Omdat hij gewoon simpelweg nog niet was. Hè. Toen was hij nog op zijn avontuur in Marokko. Wat erg kortdurend was. Blij dat hij weer terug is? Ja, nou, ik heb Feliciano de eerste, ik dacht 2 weken of 3 weken meegemaakt in de voorbereiding. Ja, toen merkte je wel dat hij een tijdje niet gevoetbald had. Want hij had 1,5 jaar niet gevoetbald. Maar naarmate de voorbereiding vorderde, kwam je er wel steeds beter in. En ja, dat is wel een jongen waarvan je denkt, die kan iets brengen. En die gaat echt knokken om een plaats voor Danny en voor Robert. Om het hun zo moeilijk te maken, zo moeilijk mogelijk te maken. Er is niks mis mee. Nee, dat geeft ook helemaal niet, want dat heb je gewoon nodig op dit niveau. En je moet 34 wedstrijden spelen en van geen één tegenstander. Dat zei mijn collega Sean ook al, van geen één tegenstander win je makkelijk in deze competitie. En zeker niet voor ploegen als IJsselmeer, voor Spakenburg. Want iedereen die doet daar gewoon een tandje bij om als ze tegen die ploegen spelen. Zo werkt het nou eenmaal. Ja, ja, precies. Maar dan moeten we ons tegen wapenen. Ja. We gaan zo kijken naar de nieuwe spelers. U zou misschien denken, er komt nu een verslag van, of een samenvatting van Hoek tegen Indijk. Maar helaas is het niet gelukt om die beelden te krijgen. Maar dat maken we met u goed. Aankomende zaterdag zijn wij zeker wel aanwezig op Sportpark de Vinken. Dan komen we filmen bij Indijk tegen ONS Sneek. En de week erop zit Hans van Arem hier aan de stamtafel. En dan staat het uitzending dus volledig in het teken van groen.
Ja, we hebben zojuist in de samenvatting al wat nieuwe namen voorbij zien komen. Maar wie zijn die nieuwe jongens nou eigenlijk? Nou, Jan de Graaf en Geurt Hop die zijn op pad geweest voor u aan de rode zijde van de Westmaat om kennis te maken. Goeiedag, ik ben Danny van der Meijrukker, 29 jaar. Woon in Zaandam, West-Zaan. Mijn vorige club was FC Lienden en mijn positie is spits. Lammert Gideek, 23 jaar oud, woonachtig in Bunschoten-Spakenburg en eigenlijk altijd bij IJsselmeerboogs gespeeld. Ik ben Mark de Graaf, ik woon in Bunschoten-Spakenburg. Ik ben middenvelder, ik speel hier al 14 jaar en ik kom vanuit de jeugd. Ja, dus je bent nog erg jong, wat is jouw leeftijd? 18 jaar. Eef van Riel, 26 jaar, woonachtig in Nijmegen. Hiervoor bij de Treffers gespeeld en nu voor het eerste jaar bij IJsselmeervogels. En mijn positie is verdedigende middenvelder. Ik ben Jorrit Kunst, kom uit Groningen, woon tegenwoordig in Amersfoort en ben 29 jaar. Bij welke club kom je vandaan? Ik kom van Bikwik 1887 en dat zit in Groningen. Mijn naam is Jeroen Darder, ik ben 25 jaar oud, ik ben keeper. Mijn vorige club was Eemdijk en ik woon in Spakenburg. Nou, ik ben Kevin van Dieremen, 29 jaar oud, woonachtig in Spakenburg. Ik ben centrale verdediger bij IJsselmeervogels en mijn vorige clubs zijn IJsselmeervogels, Vitesse, Goat Eagles, Excelsior, NAC Breda en de Graafschap. Ja. En Danny, wat doe je naast het voetbal? Ik heb een eigen stucadoorsbedrijf. Naast het voetbal werk ik als online marketeer bij een reclamebureau in Amersfoort, bij Muns. Ik studeer momenteel. Ik ga starten aan de studie psychologie in Utrecht. Ik start vanaf deze september start ik een opleiding aan de HAN. Dus, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, ga ik deeltijd doen, social works. En daarnaast werk ik 3 dagen op een dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk bij de Giro in Amsterdam. Ik werk bij Faber als accountmanager. Faber is ook sponsor van IJsselmeervogels. We zijn eigenlijk gespecialiseerd in de arbeidsmiddeling in de schilders- en bouwbranche. Ja. Sinds kort werk ik in Rotterdam. Daar doe ik begeleiding op het gebied van coachingsprogramma's en personal training. Okay. En hoe is de overgang van Lienden naar IJsselmeervogels tot stand gekomen? Er waren een paar clubs in het begin van het seizoen bij Lienden toen ik goed begonnen was. Die hadden gebeld en zo ben ik met die clubs in gesprek gegaan. En toen ben ik met IJsselmeervogels uitgekomen. Want dat gaf een goed gevoel? Ja, dat ook. En, ik had een idee dat het weer dichter bij huis was, totdat ik naar West-Zaan verhuisde. Dus dat viel dan weer iets tegen. Maar ik wilde gewoon weer een beetje bovenin de tweede divisie meedraaien. En ik hoop dat dat gaat lukken. Ik heb een aantal jaar geleden al contact gehad met IJsselmeervogels. Toen is het niet tot een overstap gekomen. En ik werd vorig seizoen benaderd door IJsselmeervogels en een paar gesprekken gehad en allemaal positief verlopen. En vandaar dat ik nu hier ben. Ja. Ik werk hiervoor bij ING en ik wou wat nieuws. Heb ik een baan aangeboden gekregen in Amsterdam bij de Giro, een beleggingsonderneming. En ben ik daar gaan werken en toen moest ik nog een voetbalclub hebben. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen en is dat uitgekomen bij IJsselmeervogels. Ja, eigenlijk vrij laat. Ik werd benaderd door het vertrek van Jan van Willigen. Mm-hmm. Benaderd door IJsselmeervogels om terug te komen. Toen heb ik alle voor- en nadelen naast elkaar gelegd. Okay. Situatie bij Eemdijk, naar Gerben Jam, die gaat nog steeds door. Okay. Die is daar onbetwist. En daarom alles naast elkaar gelegd en tot de conclusie gekomen dat ik graag naar IJsselmeervogels terug wilde keren. Ja, altijd goed contact gehad met André van Dieremen. Voor mij was het ook even afwachten, wat voor clubs komen er? Vanwege privéomstandigheden was het buitenland eigenlijk geen optie meer. En toen contact gehad met André. Ja, toen is het eigenlijk heel snel rondgekomen. Met start rond oktober, toen heb ik aangegeven dat ik mee wilde trainen. En dat was toen tijd nog alleen op de maandag. Mm-hmm. En meegeweest op trainingskamp. En vervolgens kom je er dan bij, mag je vaker mee trainen. En in de zomer mocht ik aansluiten. Toen ik twee, drie jaar geleden weer begon, toen had ik het natuurlijk nooit verwacht. Toen dacht ik van ik begin weer en ik kijk waar het eindigt. Nou, toen kwam het geluid dat ik bij het eerste mee mocht trainen. Dat waren eerst in eerste instantie alleen de maandagen. Dat werd toen uitgebreid naar 3 keer in de week. In de winterstop ongeveer werd bekend dat jij de nieuwe trainer werd. Januari volgens mij, hè? Ja, zo ongeveer. Zoiets, ja. In hoeverre heb jij je mogen bemoeien met het aantrekken van nieuwe spelers? Nou, het is natuurlijk algemeen bekend dat ongeveer 80% van de selectie
Die was al bekend. Een aantal jongens waar ze al mede verlengd hadden of die een langdurig contract hadden. En uiteindelijk met de laatste spelers daar, die erbij zijn gekomen, de laatste 4-5 spelers, daar hebben ze mij wel degelijk in betrokken. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt kwam de naam Dennis Kuijf nog heel veel voorbij in combinatie met de naam van IJsselmeervogels. Hij gaf toen uiteindelijk aan dat hij een beter gevoel zou hebben bij de andere club. Quick Boys is dat geworden. Ben je teleurgesteld dat hij niet bij jullie komt? Nee, dat is zijn goed recht. En ik vind, als je voor een andere club kiest, prima. En als je niet voor IJsselmeervogels wil spelen, ja, dan ook prima. Was dus hij van toegevoegde waarde geweest, denk je? Het is natuurlijk geen geheim door Dennis heel makkelijk scoort. Maar ja, daar heb je natuurlijk al wel behoorlijk wat spelers daarom van. Daarom bedoel ik dat. Dus je moet natuurlijk wel kijken van hey, op wat voor positie is het een toegevoegde waarde. Nou, een Dennis Kaas zou altijd voor een toegevoegde waarde zijn. Alleen dat houdt wel in dat je andere jongens moet teleurstellen. En hoe gaan die daar dan weer mee om? En ik denk, doet dat met de groep? Nou ja, precies. Met de groep, maar ook met de speler natuurlijk. Die tot nu toe prima presteren. Maar ja, zo werkt dat nou helemaal in de voetbal. En je gaat natuurlijk steeds meer naar de professionals toe. Ja, en zo werkt het op dit niveau ook tegenwoordig. Nu heb je al behoorlijk wat clubs gehad als trainer. Start je bij iedere club de voorbereiding altijd op dezelfde manier? Nee, want ik vind je moet ook de groepen aankijken. Ik vind nu dat we harder trainen dan bijvoorbeeld bij Koninklijke AFC. Dat we toch wat meer gast erop geven. En wat, ook al lijkt het, wat maakt dat je dat hier doet? En bij de Koninklijke HFC was dat dus anders? Nou, omdat dat meer, daar had ik wat meer met jongere jongens te maken. En ook wat meer met een smallere selectie. Hier heb je 16, 17 buiten de keepers dan jongens die je gewoon neer kan zetten. Ja, en daar had ik misschien een stuk of 14, 15. Waardoor je misschien toch even wat voorzichtiger was. We weten allemaal dat je nog zulke goede spelers kan hebben, individueel gezien. Maar als het geen team wordt, kom je nooit tot de prestaties die je in gedachten had. Hoe probeer jij dat voor elkaar te krijgen met jouw groep? Nou, dat is een hele goede vraag, hè? Want daar draait het uiteindelijk om. En dat is natuurlijk ook het belangrijkste in het voetbal. Je kan voorbeelden genoeg noemen van clubs die kampioen zijn geworden doordat ze een team waren. En helemaal niet de beste spelers hadden. Nee, precies. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Bij Rijnsburg hadden we wel fantastische spelers, ook goed individueel. Maar vooral doordat het een team was. Die jongens die gingen ervoor met elkaar. Ja, dat is natuurlijk een proces. Dat gaat niet zomaar van de ene op de andere dag. We zijn nu 8 weken bezig. En uiteindelijk probeer je de jongens altijd van bewust te maken van dat het teambelang, dat gaat altijd voor het individuele belang. Nou, dat houdt in dat je veel moet communiceren met de jongens, veel moet praten. Daar waar ze kunnen verbeteren, verbeteren. Maar vooral ook op trainingen, want je traint natuurlijk niet voor niets 3 keer in de week. Ja, daar gebeuren ook wel eens dingen waarvan je zegt, ja, dat kan niet door de beugel. Of je zou een voorbeeld geven dat een Danny van der Meijerakker, dat hij een hele discussie aangaat met een Eva Riel in het veld. Ja, dat zijn zaken, daar praat je dan over met de jongens. Je hoopt in eerste instantie dat de jongens dat zelf doen natuurlijk, om eruit te komen. Maar dat zijn zaken, dat kan niet. En zo probeer je dus dat proces, want nogmaals, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Dat probeer je zo in gang te zetten. En uiteindelijk denk ik dat voor mij wel een kwaliteit is. Want als je mijn elftal al ziet voetballen, en dan kan je één ding niet ontzeggen dat er altijd wel een team staat. Dus dat heb je al voor elkaar gekregen? Nee, ik zeg niet dat ik het bij IJsselmeervogels heb voor elkaar gekregen. Want ik vind verre van dat. Want ik vind dat dat nog veel beter kan. Maar ja, nogmaals, dat is een proces. En dat gaat niet zomaar van de een op de andere dag. Vorige week zat John de Wolf hier aan tafel. En die zei, we zijn bijvoorbeeld al een nachtje weg geweest met elkaar in een hotel in Amersfoort. En de hort op geweest met elkaar. Onderneem jij ook dat soort dingen met je team? Nou, dat was even lastig, omdat het voorbereidingsprogramma, dat was al helemaal in elkaar gedraaid. Dus dat zijn zaken, daar hebben we nog niet aan gewerkt. Maar dat gaan we absoluut doen. Dat doe je wel dan graag? Ja, natuurlijk. Dat is ook belangrijk naast het voetbal. Want dan leer je elkaar toch op een andere manier kennen. Je praat even over wat andere zaken dan met elkaar, dan alleen maar over voetbal. Ik heb bijvoorbeeld wel geprobeerd om bij IJsselmeervogels het een en ander aan te passen. Dat we niet meer in de kleedkamer de bespreking doen, maar dat we dat boven in de sporthal doen. En daar heb je genoeg faciliteiten om te darten, om te tafelvoetballen. Om het wat meer ontspannen te maken. Precies, want ja, je zit natuurlijk al de hele week in die kleedkamer. En dan ook een beetje om die ontspanning vanuit die kleedkamer weg te halen, om dat dan ergens anders te doen.
Ja. We gaan weer even terug naar de nieuwelingen. Eerder stelde ik jou de vraag wat IJsselmeer volgens anders maakt dan vorige clubs. Je spelers kregen dezelfde vraag gesteld, maar ook de vragen wat zij voor toevoeging kunnen brengen voor de club en waar zij nog in kunnen groeien. Als je Linden en IJsselmeer volgens met elkaar vergelijkt, wat is het grootste verschil tussen die twee? Ja, ik denk dat bij IJsselmeer volgens lopen gewoon wat meer een bredere selectie, een betere selectie en... Ja, de accommodatie is mooier. Ik denk nu in de tweede divisie is het grootste verschil dat de Treffers iets meer onderin meespeelt. Tenminste, het afgelopen seizoen. En IJsselmeer was toch meer de ambitie heeft om echt in de top mee te doen. Ja, het grootste verschil is wel de entourage, randvoorwaarden, het publiek, de beleving. En ja, het heeft wel iets weg van een profclub, kun je eigenlijk zo zeggen. Ja, je ziet zeker wel overeenkomsten dat dit ook gewoon echt een grote club is. Ja, maar dat wist ik natuurlijk al van jongs af aan. En ik heb natuurlijk wel het voordeel gehad dat ik bij echt best wel mooie clubs heb mogen spelen. Ja. Echte volksclubs. Dus op dat gebied kun je IJsselmeer er ook mee verwachten. En je hebt gewoon een bepaald verwachtingspatroon. Dus het niveau en zo, dat is wel allemaal een beetje vergelijkbaar. Ja. Persoonlijke doelstelling is weer helemaal fit worden. Weer groeien, plezier maken en ook weer wedstrijd in me opdoen. Onder andere in de tweede en de oefenwedstrijd en wellicht bij de kust. Wat is jouw toegevoegde waarde in het team? Momenteel ben ik denk ik de 19e, 20e man. Mm-hmm. Ik hoop dit jaar veel te leren. En mochten er onverhoops blessures zijn of schorsingen, dan hoop ik het te staan. Ja. Mijn lengte. En ik denk ook wel voetballend. Dus je gezicht naar het veld toe, meevoetballen en eigenlijk het overzicht bewaren. Goals maken en belangrijk zijn voor het team. Ik ben een controlerende middenvelder die ook aan de zijkant eventueel een 4-4-2 uit de voeten kan. Ik probeer met mijn passing en mijn inzicht de aanval op te zetten. En ik ben een jongen die graag wil voetballen. En ik denk dat IJsselmeer volgens vaak de bal heeft. Dus dan heb je voetballende spelers nodig, denk ik. Ik denk dat ik een fitte speler ben die voetballend vermogen heeft. En ook man kan uitschakelen. En positioneel goed kan staan om de dieptes af te dekken. Wat is een ontwikkelpunt waar je dit seizoen echt aan wilt werken? Een bal uit de hoek duiken, dat is het moeilijkste niet. De techniek is lastiger. Ook omdat ik een tijdje gestopt ben geweest. Mm-hmm. Dus vooral op technisch gebied hoop ik mezelf nog verder te ontwikkelen. Ik moet zoveel mogelijk leren. Ja. En dan volgend jaar kijken waar ik dan sta. Ja. Moet nog beter. Ik ben voetballend, meevoetballen, dat vind ik mezelf dat er nog verbeterpunten zijn. En, voor de rest laat ik dat aan de supporters en andere mensen over. Qua positiespel, zeg maar, loopvermogen ben ik nog wat zoekende. Dat is wel iets wat ik nog kan verbeteren. En af en toe misschien iets brutaler zijn in het veld. Iets stabieler te zijn. Meer stabiliteit, zeg maar. Dat je weinig fouten maakt en ook aanvallend weer van waarde kan zijn. Ted, John de Wolf gaf vorige week complimenten voor het reflecterend vermogen van zijn nieuwelingen. Hoe is het met de rode nieuwelingen en hun zelfreflectie gesteld? Ja, dat zie je wel. Hè. Ik denk dat ze allemaal wel weten hè, waar het om gaat. En wat natuurlijk heel erg prettig is hè, voor ons en voor de club. En dan zie je ook al dat er behoorlijk wat hè, jongens uit de eigen regio hè, van de club erbij zijn gekomen. Ik vind wel dat ze nog wat, en Eve gaf dat denk ik wel terecht aan, dat ze weer wat meer flair mogen tonen, wat meer personality mogen zijn. En dat ze daarin wat brutaler kunnen worden. In hoeverre heb jij persoonlijk contact met de spelers? Want ik hoor je al zeggen van communiceren is heel belangrijk. Als er een akkefietje is in het veld, dan ga je daarmee aan de slag indien nodig. Spreek jij voornamelijk de groep aan of heb je ook echt individuele gesprekken? Nee, je probeert natuurlijk altijd beide te doen. Want dat kan natuurlijk ook wel thuis altijd met de thuissituatie. Voordat ik naar IJsselmeervogels kwam, heb ik met al die spelers individuele gesprekken gevoerd. Over hun situatie en dergelijke. Dus daar wil ik wel zeker van op de hoogte zijn. Alleen het feit is natuurlijk op dit niveau dat vaak de tijd ontbreekt. Je traint drie keer in de week, met zaterdag ben je druk met de wedstrijd. En dat is wel eens jammer.
Maar je probeert dat gewoon zo goed mogelijk te doen. Dus ook de individuele gesprekken, maar ook in de groep. Zit er ook een verschil in tussen jonkies en de meer ervaren spelers? Ja, dat natuurlijk, dat is logisch. Hè. Die jonge jongens die erbij zitten, die kijken hun ogen uit van wat gebeurt er allemaal. En ja, er gebeurt natuurlijk wel eens wat op trainen. Nou, en daar kunnen wij dan inspelen. Ik zou een voorbeeld geven van een week gebeurde er iets met Danny op trainen met een jonge jongen. Waarin die jonge jongen gewoon volkomen gelijk op. Alleen op dat moment durft hij dat niet te uiten. Ja, en dan zegt Danny, je moet dat gewoon zeggen, ook tegen mij. Nou, en dat vind ik ook een belangrijke taak, ook voor de spelers die gehaald zijn. Tussen aanhalingstekens steeds wat meer ervaren jongens. Om die jonge jongens daarin ook erbij te betrekken. En ja, dat is ook dat weer een... Dat hebben ze ook gewoon nodig. Ja, precies. En ja. Dat is ook weer een teamproces. Nou hebben we ze net gehoord, de spelers, over hun toegevoegde waarde en het stukje waarin ze moeten groeien. Maar nu hebben ze ook gevraagd naar wat ze van jou vinden. Gaan we naar luisteren. Wat voor type trainer is Ted Verdonkschot en wat vind jij van zijn visie op het voetbalspelletje? Ja, ik vind het tot nu toe is het allemaal positief. En het is een lastige vraag hoor. Ja, klopt. En ik denk dat zijn visie op het spel dat het wel goed is. En ik denk dat hij ook wel goed met zijn spelers communiceert. Super. Ik denk dat hij sowieso echt een mensenmens is. En het teambelang staat bij hem hoog in het vaandel. Hij vindt teambelang heel belangrijk. Mm-hmm. Dat merkte ik eigenlijk al in een van de eerste trainingen, dat een heel belangrijk punt is. Mm-hmm. Daarnaast vindt hij professionaliteit ook heel belangrijk. Dat zie je ook met de videoanalist. Dat is nieuw dit seizoen. Daar hebben we ook al een aantal beelden van teruggekeken. En dan zie je gewoon wat er fout gaat en wat er goed gaat. En wat dan verbeterpunten zijn. Dus ik denk dat professionaliteit wel heel goed bij hem past. Hij is een trainer die heel gedreven is. Heel duidelijk heeft wat hij wil van zijn spelers en wat hij ervan vraagt. En dat ook duidelijk op de spelers afroept, zeg maar. Zit er kort op. Dus als hij merkt dat mensen verslappen, dan laat hij gelijk meten dat, dat je weer een stapje erbij moet doen. Wat dat betreft een goede indruk. Dus, Ik denk een hele eerlijke trainer. Ik denk ook wel dat hij streng kan zijn als hij dat moet zijn. Mm-hmm. Verder heel rustig, goed in de omgang. Ik denk 4-4-2 is wel zijn punt. Mm-hmm. En zoveel mogelijk voetballen en drugs zit er een koude persoonlijk wel van. Okay. Trainer die zorgt dat je fysiek fit bent. Dus dat je elke training maximaal moet geven en wat ervoor zorgt dat je gewoon fit bent. En vanuit die fysieke gesteldheid fysiek de wedstrijd aan gaat. En dan toch vanuit tactisch oogpunt de diepte probeert te zoeken. Nou, hij komt over als een hele spontane trainer. Die heel belangrijk vindt dat een hechte groep ontstaat. Mm-hmm. En zijn visie op het spel is dat hij wilt aanvallen. Maar ook het allerbelangrijkste dat je de winst over de streep trekt. Ja. We spelen nu 4-4-2 in de ruit. In ieder geval toen ik bij IJsselmeerhorst zat, een aantal jaar geleden, speelden we dat ook. Ik vind het een prettig systeem om mee te spelen. Dus, Een hele ervaren trainer. Dat merk je heel erg in de omgang met spelers. En ook in zijn manier van spelen. Hij weet heel veel van het amateurvoetbal. Ja, en zijn visie is gewoon realistisch spelen. Natuurlijk wil hij heel graag aanvallend voetbal spelen. En dat hoort op mijn club als IJsselmeerhorst. Ik heb meer 4-3-3 gespeeld bij mijn vorige clubs. Maar 4-4-2 in een ruit is ook gewoon een heel bekend systeem. En ook een heel goed systeem. En zeker als je naar de kwaliteiten kijkt van onze selectie. Dus ik vind het prima. En klopt het wat ze zeggen? Ja, je gaf het eigenlijk net zelf ook al aan. Hè? Of we zeiden van, wat is het belangrijkste? Ja, dat er een team staat. En die kwam meerdere keren voorbij. En die kwam meerdere keren voorbij. En dat zei ik al, hè? Daar probeer je altijd naartoe te streven. En bij de ene club gaat dat wat sneller dan bij de andere club. Hè? Maar het klopt wel, ik zit er graag bovenop. Je wil niet door de jongens verslappen, je traint 3 keer in de week. Maar dat is eigenlijk op elk niveau, als je traint. En dan moet je jezelf altijd willen verbeteren, hè, om daarin stappen te maken. En niet denken van, ja, ik ben er al, want dat kan gewoon niet. En dat zijn zaken waar ik bovenop zit. Professionaliteit werd ook nog genoemd, met de videoanalist nieuw daarin. Ja, dat klopt. Dat hadden ze nog niet. Ik heb graag aangegeven dat ik dat graag wilde. Ook omdat je dan die jongens met de beelden kon confronteren.
Nou, het is zo, hè, als je het visueel heel laat zien, als je met een speler praat en je laat het niet zien, dan zegt hij ja, maar ik was het niet. Kijk, en nu zeg je, nou kom maar even mee, hè, want je was het wel degelijk. Maar dat geldt niet alleen voor de dingen die wat minder gaan, dat gaat ook om de goede dingen die je eruit wil halen. En ik denk dat daar, zeker op dit niveau, kom je daar niet meer onderuit. Maar tot nu toe bevalt dat prima en hebben de jongens er ook heel veel aan. Is dat iets wat je ook meegenomen hebt van je vorige clubs? Ja, dat klopt wel. Maar kijk, toen ik begon was dat natuurlijk een stuk minder in de periode bij Rijnsburg. Nou, bij Hardenberg was dat ook nog niet echt aan de orde. Bij Quick Boys ook nog niet echt. En eigenlijk sinds mijn tijd bij Koninklijke HFC, bij Telstar. Nou ja, daar heb ik dan een jaar als assistent rondgelopen. Ja, en dan merkte ik dat het zoveel baat bij had. Dus bij HFC geprobeerd. Nou, dat ging de aardig goede kant op. Ja, en nu bij IJsselmeervogels probeer je dat ook te bewerkstelligen. Alleen je moet weer op één lijn komen te zitten natuurlijk met je videoanalist. En daar gaat ook weer behoorlijk wat tijd in zitten. Maar dat gaat gelukkig steeds beter. Hoe ben jij eigenlijk naar de wedstrijd? Ga jij de kantine in? Ga je de confrontatie aan met de supporters? Dat zal ongetwijfeld geen geheim zijn, maar ik vind na de wedstrijd, je bent de hele week bezig met die jongens, je bent de hele week druk. Je wil na de wedstrijd wil je ook een stukje ontspannen. Nou, dan is het altijd makkelijk bij winst om in de sponsorroom en in de kantine te gaan lopen, maar ik ben juist iemand die meestal bij verlies naar binnen toe gaat. En dan krijg je over het algemeen vijf minuten een hoop zitten over je heen. Maar na vijf minuten zeggen ze meestal, ja, maar je staat er wel. Dus hier heb je een biertje. Ze respecteren dat stuk wel. Ja, precies. Maar ik vind dat hoort er ook bij. Je wordt betaald door de club. Het is je vak. Die mensen hebben ook recht op een stukje uitleg. Vaak is het dan wel zo, 's avonds, dat je een behoorlijk vol hoofd hebt. Want je moet natuurlijk 10 keer hetzelfde vertellen. Maar ja, het hoort er nou helemaal bij. En wat doe je ermee? Want ze hebben er misschien kritiek of misschien ook wel positieve dingen. Wat doe je met de mening van ze? Ja, sommige dingen pak je weer op. En waarvan je denkt van, nou, daar kan ik wat mee. En misschien heb hij wel gelijk. En dan ga je er toch over nadenken. Want het moet niet zo zijn dat Ted Verdonk zoals de waarheid, dat dat de waarheid is. Want dat bestaat volgens mij niet in het voetbalspelletje. We gaan naar de laatste vraag die we aan de spelers gesteld hebben. En dat is eigenlijk een clichévraag. De verwachtingen van dit seizoen. Ik weet nog niet zo goed wat ik moet verwachten. Maar ik hoop dat we gewoon lang boven me mee gaan draaien. En dan zien we wel wat schip staan. Nou, mijn verwachtingen zijn positief. Ik denk dat we hoog kunnen eindigen. Als alles goed verloopt natuurlijk. Ik hoop ook dat dat gaat gebeuren. Dat we 2 derby partijen gaan winnen. Ik weet de concurrentie niet echt. Want iedereen krijgt natuurlijk elk jaar weer een nieuw team. Ja. Alleen ik denk dat de top 5 doelstelling wel haalbaar moet zijn. Ja, als we de derby winnen. Ik heb een aantal vrienden die ook in de tweede divisie voetballen. Dus het zou mooi zijn als je ook die wedstrijden weet te winnen. Om toch ook vanuit de persoonlijke sfeer resultaat te boeken. Ja, we hebben zeker veel kwaliteit in de ploeg. En ja, we gaan sowieso voor die eerste 5. En dus afwachten hoe we het gaan doen, dat weet iedereen nog niet. Maar dat is een beetje de verwachting. Vorig jaar werd er bij IJsselmeervogels als doelstelling handhaving gezegd. Wat is de doelstelling voor dit jaar? Nou, die is heel duidelijk. En dat hebben we ook met het bestuur zo afgesproken. Om die stap naar de top kleiner te maken. En ja, dan kan je natuurlijk zeggen, vorig jaar op die 9e plek, als je 7e wordt, dan is die stap naar de top kleiner. Maar daar doel ik niet op. Het gaat er vooral om van hoe voetbal je, wat is het systeem, wat is de spelopvatting van het team van IJsselmeervogels. En daarin willen we graag stappen maken. En dan moeten we steeds een stapje dichter bij die top komen. En ja, van daaruit moeten we kijken waar dan het schip strandt. Die doelstelling, daar komen we straks nog even op terug bij een vraag van de kijker. Welke ploegen gaan voor de bovenste posities dit seizoen, denk jij, in die tweede divisie? Ik denk Katwijk, Kozakkenboys, Rijnsburg. Die 3? Dat denk ik, ja. John de Wolf noemde vorige week ook nog Jong Sparta en hij noemde IJsselmeervogels er ook bij. Ja, John, je legt de drukte wel op natuurlijk bij de buren. Nee. Er zijn goede regels. Ik doe dat niet. Ik heb wat Spakenburg zit natuurlijk nu voor het eerst in die tweede divisie. Maar Jong Sparta, dat is natuurlijk wel een outsider. En ook mede door de nieuwe trainer die ze hebben, Jeroen Rijnsdijk. Ja. Die natuurlijk de hele tweede divisie door en door kent. Nu met spelerswerk waar hij 8 keer in de week mee kan gaan trainen. Dus dat zou een gevaarlijke outsider kunnen zijn inderdaad.
Waar we nu toch al een beetje aan het voorspellen zijn, gaan we dat maar even doorzetten bij de Toto. En kijken we eerst naar de Toto van vorige week. John de Wolf had vorige week 5 juiste voorspellingen. Die van IJsselmeervoogd VVSB ziet u het groene vakje bij 2 staan en die moet in het midden staan. Maar dat wordt nog aangepast. Het heeft verder geen invloed op de juiste voorspelling. We gaan naar die van jou kijken, Ted. En daar zien we Tedje Spakenburg op verliezen tegen Katwijk. Dat klopt. Want? Nou, omdat ik denk dat Katwijk veel verder is als Spakenburg. Ook een elftal wat al jaren met elkaar speelt. Heel erg ervaren, heel makkelijk scorend. Ja, en ik denk dat Spakenburg nog niet zo ver is. De beelden van Suzanne vorige week, hè? Je hebt ze vast en zeker ook gezien. Was dat terecht rood voor Robert Suzanne? Nee, ik vond van niet. Want ik vind die assistenttrainer zit daar helemaal fout. Ze gaan hem aanvechten, maar aanstaande zaterdag is hij geschorst tegen Spakenburg. Ja. IJsselmeervogels, ja, natuurlijk zet je die op winst tegen Excelsior Maassluis. Dogan Corneille, ik denk dat hij het record van kortst zittende trainer bij IJsselmeervogels nog steeds in handen heeft. Is daar dit seizoen de opvolger van Jeroen Rijsdijk? Excelsior heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd onder Rijsdijk. Wat verwacht je daarvan dit seizoen van het Excelsior Maassluis? Nou, het is een elftal wat redelijk intact is gebleven. En ze hebben wel met Kevin Vink en aderlating, denk ik, die spits die gestopt is op leeftijd. Maar het elftal met een Smit en een Koert achterin. Ja, en Excelsior Maassluis is echt een elftal wat loert op de fouten van de tegenstander. Komen er razendsnel uit. Nou, ik denk dat ze daar ook uitstekend hebben op ingesprongen met een aantal jonge, goede, nieuwe spelers. Ja, en die hebben het eerste 2 wedstrijden natuurlijk ook prima gedaan. Maar het is vooral een lastig ploeg omdat ze heel degelijk zijn, heel goed in de organisatie zijn. En dan met snelheid eruit komen. Dus daar zul je goed op moeten letten zaterdag. Absoluut. Eemdijk gaat aankomend weekend nog niet de eerste punten pakken. Nou, ik ken Onsneek niet helemaal, maar ik weet wel dat ze zich behoorlijk versterkt hebben. Ik weet bijvoorbeeld dat een Martijn Bartow daar heen is gegaan. Nou, dat is toch een jongen die eigenlijk op iedere trainer die zou die graag op het tweede divisieniveau in zijn elftal willen hebben. Wat natuurlijk wel leuk is, is denk ik dat Renko van Eken tegen zijn oude ploeg speelt, ONS Sneek. Maar ik denk dat Sneek net even wat verder is. Wat van de voorspellingen gaan we door naar de vraag van vorige en van volgende week. De vraag, of eigenlijk zijn er 2 vragen die John de Wolf voor jou had. En daar gaan we eerst even naar kijken. Nou, ik ben wel benieuwd, voor mij is het ook mijn eerste keer, hè, zo'n derby. En voor Ted ook. Hm. Nou, waar hij het meeste naar uitkijkt. En waar hij het meeste rekening mee houdt van met onze ploeg. Nou, Ted, zeg het maar. Ja, de derby, daar kijk je natuurlijk naar uit vanwege de entourage. En John zegt, denk terecht, voor hem is het de eerste keer. Nou, voor mij ook deze wedstrijd. Aan de andere kant ben ik wel een trainer die Kwikboos Katwijk en vice versa heb mee mogen maken. Ja, dat is eigenlijk, ik denk dat dit misschien nog wel wat meer in de belangstelling staat. Maar dat kan je natuurlijk wel een beetje met elkaar vergelijken. En ja, dan geniet je als trainer natuurlijk ook van de entourage wat er allemaal omheen gebeurt. Hij stelde nog een vraag. Hij mocht er maar 1, maar hij deed stiekem 2. Want waar ga je het meeste rekening mee houden bij Spakenburg? Ja, dat ligt eraan welke spelers die hebben. Hè? Want als zoals Ties dan geblesseerd uitvalt, ja, dan zullen er andere spelers gaan staan. Ook al zal hij denk ik niet heel veel aan het systeem veranderen wat ze spelen. Maar zover is het nog niet. Zover ben ik nog niet, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Want die derby is over 3 weken. En volgens mij hebben we daarvoor nog eerst 3 andere wedstrijden die net zo belangrijk zijn. Je zei eerder, Spakenburg is nog niet zo ver om te kunnen winnen van Katwijk. Is Spakenburg wel zo ver om te kunnen winnen van IJsselmeervogels? Ja, ik denk dat dat een beetje gelijkwaardig is. Kijk, over het algemeen zijn die derbies, dat zijn, dat weten wij het verleden natuurlijk niet, de mooiste wedstrijden qua voetbal. Wie gaat er het best om met de spanning? Wie blijft het rustigst op dat moment? Nou, dat is natuurlijk al moeilijk genoeg. Ja, en dan is het voor ons tevoren aan staf om voor te bereiden. Maar in deze pool denk ik dat iedereen van iedereen kan winnen. Dus wat dat betreft, als wij niet goed bij de les zijn, kan Spakenburg ook van ons winnen. Dan gaan we nog naar wat vragen vanuit de kijkers.
Want u kunt ook uw vraag stellen voor komende week. Heeft u een vraag voor Hans van Arem, want dat zal de gast van volgende week zijn. Dan kunt u die stellen via rtv@omroepspakenburg.nl. Een van de vragen die voor jou is binnengekomen. Het zal je niet ontgaan zijn dat de Roy supporter af en toe wel wat te morren heeft. Over het niet al te beste verdedigen. Waarom de keuze voor Kevin van Dieremen, terwijl vorig jaar Marciano van Leijhorst het zo goed deed? Ja, maar dan heb de kijker niet helemaal goed opgelet. Want volgens mij staat Kevin van Diemen rechts in het centrum en staat Marciano van Leijhorst links in het centrum. Dan gaan we naar de volgende. Moet je, want dan kom ik even terug op die doelstelling, moet je met zo'n selectie die je nu hebt met IJsselmeervogels niet gewoon voor de titel gaan? En niet zeggen van aansluiten bij de bovenste ploegen? Jawel, maar hè, dat geef ik net al aan, dat is een heel proces. En natuurlijk kan je zeggen, hè, wat ik aangeef, IJsselmeervogels moet altijd met die bovenste vijf spelen. Dat vind ik helemaal terecht. Maar je kan niet zeggen, want dat gaat niet zomaar van de ene op de andere dag. En dat zie je bij al die ploegen die eigenlijk afgelopen jaren kampioen zijn geworden. Die hebben daar gewoon de tijd voor gehad. En die heb ik gehad bij Rijnsburg. Je ziet het in het proces bij Katwijk. Ook 5 jaar overgedaan om die stap te maken. Ja, dat gaat niet zomaar. En natuurlijk is het makkelijk om uit te spreken van ja, we moeten kampioen worden. Maar nogmaals, er moet er zoveel mee zitten en er moet er zoveel geluk zijn in een seizoen. Maar ik zeg niet dat het onmogelijk is. Met het beantwoorden van deze vragen heb jij ook nog het recht om een vraag te mogen stellen aan de trainer van Groen, Hans van Arem. Ik zei het net al. Wat wil je van hem weten? Hans, nou, die ken ik nog uit het verleden. Jij bent Eemdijk, ben je erin gestapt. Volgens mij was dat dat ze wel bovenaan stonden, maar hadden ze eigenlijk niet verwacht dat ze kampioen zouden gaan worden. Was je er blij mee? Nou, dat denk ik wel, want je wil altijd het hoogste niveau spelen. Maar wat is je doelstelling dan dit jaar en hoe denk je dat te realiseren? Helemaal goed. Nou ja, en zoals gezegd, mocht u dus ook nog vragen hebben voor Hans van Arem via rtv@omroepspakenburg.nl, kunt u uw vraag mailen. En dan zal die volgende week gesteld worden door Hans van Tricht. Ja, en tot zover de uitzending van het Sportcafé, die volledig in het teken van rood stond met de trainer Ted Verdonkschot en de nieuwe spelers die zich dus aan u thuis voorstelden. Dank voor je komst naar de studio en veel succes met je ploeg dit seizoen. En aankomend weekend dan speelt IJsselmeervogels dus uit tegen Excelsior Maassluis. Spakenburg dat speelt thuis dus de kraker tegen Katwijk, mogen we toch wel de kraker noemen. En Eemdijk dus een thuiswedstrijd op Sportpark de Vinken tegen ONS Sneek. Voor nu alvast een heel fijn weekend toegewenst en tot volgende week.